En dan eigenlijk in 24 uur twee lekke banden, twee verschillende fietsen. Ze moeten naar school. Ik heb om 10 uur een training, om 8:15 mijn daily. Ik had nog wat willen doen aan de morning pages, dat zal niet gebeuren. De video is nu bezig met exporteren nog steeds, die moet ik zo nog uploaden. En het is al 8:15. Snel de band plakken. Ik heb het gat gevonden. Ja, gat. Gaatje. Video geüpload, staat klaar voor 9 uur. Goed genoeg. De daily met Gwen gedaan. Nu gaan we verder met de volgende band. Of misschien eerst de ene band en dan de andere band. Voor 9:45 moet er eigenlijk wel klaar zijn, want dan 10 uur begint de training. Dicht. Succes. Twee fietsen gefixt. Eén voorband, één achterband. Klaar. Ik geloof het zelf haast niet. Ik ben nu bezig met het exporteren van de file van de presentatie. En als dat gewoon slaagt, staat alles op tijd klaar. Microfoon stil, want de eerste 4 deelnemers zijn er al in totaal. Er hebben zich 8 mensen aangemeld voor de laatste bijeenkomst over Facebook voor de leden van de BOVV. En dat zijn vitaliteitscoaches. We hebben nu 6 trainingen met hen gedaan, na vandaag. En dat was het einde van de serie. Ik vond het gaaf. Volgens mij hebben zij ook genoten. Gezien een aantal reacties die voorbij zijn gekomen. En als een aantal mensen positief reageert, zijn er een aantal mensen die net zo enthousiast zijn, maar niet reageren. Dus wat dat betreft ben ik super tevreden. Vandaag even kijken of ik tussendoor meer vragen kan stellen. Want dat zou ook gaaf zijn. Weet je nog? Vragen stellen? Dat had ik natuurlijk niet moeten zeggen. Want nu doet het exporteren van het bestand naar een PDF, van de keynote naar PDF, langer dan... Nou, dat komt vast goed. Maar de tijd wordt nu heel krap. Dat was het laatste webinar. De laatste aflevering in een serie van de 6 voor de leden van de BOVV. Oftewel de beroepsvereniging voor vitaliteitsprofessionals. Ik heb ervan genoten en volgens mij zij ook, tenminste als ik de reacties zo zie. 6 lessen, 6 afleveringen, 6 webinars in de serie hoe zij meer klanten krijgen, meer omzet in hun bedrijf kunnen laten groeien. Van december tot nu. Overigens deze content die ik heb gemaakt, die ga ik voor een groot deel weer gebruiken in mijn serie hoe de trechter om klanten binnen te halen. Hier ga ik geautomatiseerde webinars van maken. En ik ga daar beslist meer over vertellen. Zojuist een gaaf gesprek gehad met Sander Jansson. Hij is presentator van Camping Life en van Snow Magazine. Onder andere, dat is een van de dingen die hij doet. Dit zijn wel zijn vaste dingen die hij doet. Ik heb hem geholpen met Facebook en hij was super blij. Hij was super dankbaar. En we hebben het even gehad op ondernemerschap. En toen dacht ik, misschien wel een goede gast voor de podcast. En hij zei ja. Dus volgende week woensdag doen we een opname voor de podcast, voor de Ed Hanning Show, met Sander Jansson over ondernemerschap. Ik heb er nu al zin in. Hoe we leren over hoe hij zijn televisiewerk combineert met andere werkzaamheden en zichzelf als ondernemer ziet. Dat kunnen. Action.
rijden van de moeder van mijn vriend. En nu fiets ik hier. Zon, mooi weer, mooie omgeving. Dan heb ik het toch goed. Niks, geen moeilijke dingen. Ja, dat kan elk moment veranderen. Ieder moment kan het anders zijn. Maar op dit moment heb ik het goed. Het nieuwste boek wat ik lees heet The Miracle of Morning Pages. Everything you always want to know about the most important artist's way. En dit gaat over het schrijven van 3 pagina's in de ochtend in een A4 schriftblok. Waarin je gelijk na het wakker worden, in ieder geval zo vroeg mogelijk, je notities maakt. Wat je voelt, wat je ervaart, wat er in je omgaat. En die notities, die maakte ik eigenlijk tot nu toe digitaal. Die schreef ik op met een typen. En dat is niet de beste manier volgens deze werkwijze. En ik wil dat toetsen. Zoals zoveel dingen kun je het beter toetsen dan zeggen, nou, dat is niet goed. Daarom een A4 blok gekocht. Zojuist een gaaf gesprek met... Ben ik natuurlijk hem kwijt. Jason.